Welkom bij Topnemers, iedere dinsdagavond vanuit Freedom Lab in Amsterdam. De gast is vandaag Meilen Tan, je bent van House of Einstein. Wat doen jullie? House of Einstein is een online personal shopping service voor mannen, waarbij je een box ontvangt met kleding die speciaal voor jou is samengesteld door een personal shopper. Vertel eens wat meer over, want je zegt ja, een personal shopper, wat is dat voor iemand? Komt die langs? Hoe gaat zo'n intake? Nou, die komt langs via je telefoon, dus dat gaat via FaceTime meestal. Gaat wel online? Ja, gaat niet, maar we proberen je wel te zien, want het is wel heel fijn om een persoonlijk gesprek te hebben en iemand in de ogen aan te kunnen kijken. En dit lijkt me namelijk het allermoeilijkste van zo'n dienst. Want je wil natuurlijk een soort persoonlijke dienst verlenen. Mm-hmm. Hoe leer je iemand zo goed kennen dat dat ook lukt? Nou, FaceTime is niet moeilijk, natuurlijk. Want dat kun je gewoon aanzetten. En die mensen zijn vaak thuis, dus je ziet vaak ook al iets van hun omgeving. Soms komt er nog een kind voorbij gerend en nog een vrouw die iets kwijt wil. Dus wij geloven wel heel erg in dat persoonlijk via de telefoon kan. Maar beeld is wel heel fijn als je dat hebt, ja. Hey, waarom ben je dit gaan doen? Eigenlijk omdat we allebei een man thuis hadden, mijn businesspartner en ik, die wel... Ontzorgd moest worden. Nou ja, die hadden best wel een goede baan. En wij zagen dat hij toch relatief weinig besteedde aan kleding, omdat het ze gewoon helemaal niks interesseerde. En wij dachten van oké, daar is dus een markt van mensen die misschien nog minder besteedt aan kleding dan ze eigenlijk zouden willen of moeten. Want mijn man die kon echt in een versleten spijkerbroek lopen en dan als er eenmaal het gat erin zat, bedenken dat hij een spijkerbroek nodig had en dan nog 2 weken uitstellen. Dus wij dachten oké, die markt die moet unlocked worden. Dus, maar dan zeg je eigenlijk van wij willen die wereld veranderen, want ik zou denken van als die mannen er niet in geïnteresseerd zijn, is er geen markt. Nou, we hebben wel daardoor gemerkt dat het heel moeilijk is om die mannen te converteren. Want ga maar eens iemand converteren met een propositie waar iemand intrinsiek niet in geïnteresseerd is. Ja, dat is moeilijk. Hoe hebben jullie dat gedaan? Wat moet je daarvoor doen? Nou, door ze in ieder geval niet met niks te vertellen over mode, want dat vinden ze niet interessant. Maar wij werken bijvoorbeeld met ondernemers, ondernemende verhalen. En dan fotograferen wij die in onze kleding en dan interviewen we die ondernemers over eigenlijk hun business idee. En dat lezen die mannen wel. Maar als dat een artikel was over hun kleding, dan zouden ze het natuurlijk niet interessant vinden. Dus wij proberen een inhoudelijke hoek te zoeken die ze wel interessant vinden en ondertussen op slinkse wijze toch die kleding te laten zien. Maar jullie zijn al best een tijdje bezig, 2012 of zo geloof ik. 7 jaar. Ja, dat is lang. Er is natuurlijk best wel wat veranderd de afgelopen periode. Want het valt mij heel erg op. Kijk, ik ben ook niet intrinsiek heel erg in mode geïnteresseerd, maar het valt mij heel erg op dat er een hele nieuwe generatie wel is van mannen is die al heel erg met hun uiterlijk bezig zijn. Ja. Dus is dat een golf waar jullie fijn op meegaan? Ja. Ja. Want je ziet dat als er in zo'n mannengroep toch 1 of 2 mannen zijn die het wel leuk vinden of interessant vinden, dan zie je dat die andere mannen wel begrijpen van ik moet hier ook iets mee en ik wil hier ook iets mee. En het is niet meer zo dat de vrouw het voor ze koopt, dus ze moeten er ook zelf iets mee. De vrouw heeft vaak ook geen tijd en zin om het allemaal uit te zoeken, dus het wordt ook iets meer onderdeel van hun identiteit. Samen met het feit dat het dragen van een pak, wat eigenlijk heel gemakkelijk was. Ik bedoel, mijn man werkte een tijd als accountant en die moest elke ochtend hoefde die alleen maar uit 6 pakken te kiezen en dat was het. Dat is vrij eenvoudig. Ja, nu werkt hij bij een ander bedrijf waar dat niet is. En dan krijg je een veel complexere besluitvorming 's ochtends. En in die trend, dus meer smart casual, is voor House of Einstein heel fijn. Want wij zeggen ook zakelijk, maar niet het pak. En hoe gaat het dan in zijn werk? Geef je een budget aan? Want de kleren kunnen van duur tot heel duur, zeg maar. Eigenlijk één hele simpele vraag die wij altijd stellen is: wat vind jij een goede prijs voor een spijkerbroek? Dat zegt heel veel. Dan weten we eigenlijk meteen in welk segment die klant zich fijn voelt. En vervolgens maken we geen prijsafspraak. Maar je moet uitgaan van 1 of 2 outfits in een box. Dus de totale waarde van een box is al snel 800-900 euro. En daarvan houden de mensen ongeveer de helft. Gemiddeld. Ja, en je mag alles terugsturen wat je niet bevalt. Ja. Hè? Dat is een beetje de deal. Nou, wil ik graag wat meer weten over hoe dat dan werkt. Want je adverteert dit natuurlijk naar de klant toe met van dit is voor jou persoonlijk. Dit is helemaal op jouw persoon toegespitst. Mm-hmm. Maar neem aan dat je dat in een aantal, dat je een x-aantal archetypes hebt. Dat je een soort 20 basis
Of team, weet ik wel. Ja. Hoe werkt dat bij jullie? Nee, dat hebben we niet. Maar hoe kun je nou elke keer volledig individueel een pakket gaan samenstellen en toch een min of meer schaalbaar bedrijf opbouwen? Hoe doe je dat dan? Dus die personal shoppers die stellen elke box samen. Dus zij zijn in charge wat er in die box zit. Dus dat is echt per individu. Er is geen één box hetzelfde. Ja. En wat het schaalbaar maakt, is dat die personal shoppers in al hun werkzaamheden wel ondersteund worden door ons platform. En nou, daar zit een stukje besluitvorming in, wat jij nu zegt, van hoe maak je nou de juiste keuze tussen product en klantprofiel. Maar het gaat veel verder. Het gaat er ook om van wie zijn mijn klanten? Hoe willen ze het liefst benaderd worden? Wanneer willen ze het liefst benaderd worden? Wat hebben ze eerder gehouden? Wat vonden ze mooi? Maar vooral wat vonden ze niet mooi? En waarom vonden ze het niet mooi? En dit is allemaal data waar die personal shopper mee aan de slag kan gaan. Maar zij is uiteindelijk in charge wat ze selecteert. Ja, maar is dat een platform wat puur op basis van data jouw profiel steeds verder verfijnt? Of is dit een... speelt die persoon daar nog een belangrijke rol in? Kijk, ik vergelijk het even met Spotify, weet je. Als ik een nummer daar doorklik, ja, in een playlistje, dan krijg ik dus dat... Dat is waar wij willen komen, bij Spotify. En dat betekent dat stylisten aan playlists werken. Ja. Ja. Dus, maar daar zijn we nu nog niet. Maar dat is wel waar we nu... Waar ben je dan nu wel? Je bent nu persoonlijke curator, om in de Spotify... terminologie te praten. Precies, we zijn nu eigenlijk dus voor elke klant nog uniek aan het curaten. En we zijn nu eigenlijk alle data aan het analyseren om te kijken hoe die algoritmes moeten werken. En je moet daar ook wel wat data voor hebben. Dus dat hebben we ook eerst moeten opbouwen. Ja. En we zijn daar ook wel echt voorzichtig in. Want wij geloven wel dat 50% is algoritme en 50% is echt de menselijke touch. Want er zijn heel veel grote bedrijven die trends proberen te voorspellen. Alleen dat lukt bijna niet, want het is toch, ja, nogmaals, iets heel persoonlijks. Dus er zijn een aantal zaken die wij zeggen van, die kunnen algoritmes ondervangen. En dat zijn heel veel, nou ja, wat ik net al noemde. Hoe vaak benader je iemand en waarvoor? En welke mate draagt die bijvoorbeeld? Dat zijn dingen die je heel makkelijk kan in algoritmes kan stoppen. Ja. Maar er zijn ook dingen die moeilijk in algoritmes te stoppen zijn. Dus daar zijn we wel voorzichtig mee. Ja, maar je streven is ook niet om dat te doen. Kijk, Spotify die doet dat volledig automatiseerd. Jawel, je streven is wel om dat te doen. Alleen je moet daar wel voorzichtig in zijn. En je moet niet zomaar wat roepen. Want als wij zeggen, er zijn 30 archetypes. En jij ontvangt een box en jij denkt, nou, blijkbaar zit ik niet in die 30 archetypes. Want ik geloof dat niet. Dan ben je meteen afgeknapt en meld je je aan. Dus af. Ja. Dus subscriptions, of zoals wij dan onze business noemen, is het giga belangrijk dat je die klant houdt. Ja. Dus je kan niet zomaar lopen te kloten en die klant rommel. Nou, dat vind ik wel mooi dat je dat zegt, want het valt mij altijd op dat heel veel bedrijven de fout maken om, als ze mensen eenmaal binnen hebben, weet je, die besteden heel veel marketinggeld aan nieuwe klanten, maar heel weinig geld eigenlijk aan bestaande klanten. Ja, dus wij beschermen nu, wij vechten echt voor dat persoonlijke. Ja. En, maar we zeggen wel van, uiteindelijk moet die personal shopper wel allemaal suggesties krijgen die op basis van data zijn. Dus wat zijn dan nu is het dus eigenlijk een ondersteunend platform. Dus maar ik zeg niet van, we komen daar nooit. Alleen ik vind gewoon dat ik daar nu geen uitspraak over... Doe eens een percentage. Waar ben je? Op 0 qua tot 100? Qua slimheid? Ja, 0 tot 100? Nee, op de helft. Op de helft. Ja. En maar zit er niet ook nog een ander... Ze kunnen nu slim werken, maar de matchmaking kan nog veel slimmer, denk ik. Maar zit er ook niet heel erg een perceptieding in dat... Als een persoon mij iets aanraadt, dan snap ik eigenlijk ook wel dat het ook niet altijd kan kloppen, zeg maar. En van een computer verwacht ik eigenlijk meer. Van een computer wil ik gewoon geen fouten. Weet je wel? Ja. Want als ik vind elke plaat die ik niet goed vind in de Spotify-lijst van het algoritme, vind ik irritant. Precies. Als het een gecurated lijst is, dan snap ik heus wel dat die niet precies is wat ik wil. Zeg maar zit er ook niet... 100% willen wij als mens eigenlijk ook niet dat hebben? Zeg ja, dus dat zeggen wij van... Het algoritme gaat het nooit oplossen. Want ik kan nu tegen jou zeggen, deze rode trui, die is echt super tof, moet je proberen. Nou, jij denkt, nou ja, ze zal het wel weten. Maar als Google tegen jou zegt, hey, deze rode trui vind jij leuk, denk je echt, flikker op Google. Jij weet helemaal niet wat ik leuk vind. Dus wij hebben ook tests gedaan. En je ziet hoe belangrijk mens tot mens is. Ik bedoel, het is niet alsof in een digitale wereld persoonlijk advies niet meer bestaat. Dat proberen natuurlijk wel heel veel techbedrijven te zeggen. Alleen je koopt ook zelfvertrouwen.
Je koopt ook persoonlijk advies. Ja, maar aan de andere kant... En jij neemt op de koop toe dat het daarmee wat minder schaalbaar is. Want dat is ook zo'n dogma, dat alles schaalbaar zou moeten zijn. Ja. Daar zijn we ook niet altijd mee eens, hoor. Nee, want prachtiger... dan denk ik altijd van... Oh ja, zijn... al die voorbeelden van schaalbaarheid. Dan denk ik, ja. Oké, thuisbezorgd. Daar lopen ook gewoon honderden salesjongens op de straat. Om, absoluut. Dus het is een soort van utopie die vaak wat door... Wat denk je van Swapfiets? Een van de meest succesvolle start-ups hier die we hier zien, die we ook aan tafel hebben gehad. Dat is ook niet schaalbaar. Als ja, je precies. Dus bekijkt, wat is schaalbaar? Dat je die rijden met autootjes door de stad met fietsen op het dak. Ja. 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 Prachtig bedrijf. Ja. Ja. Dus we maken het zo schaalbaar mogelijk, maar we bewaken ook nog echt die menselijke touch. En ik zou ook mijn medewerkers, mijn personal shoppers... tekort doen in hun vak. Want als ik hoor hoe zij praten met klanten, hoe zij met volle energie en ambitie door die collectie razen voor hun klanten, dan denk ik, ah, oh, dit kan ik nooit in een algoritme maken. Ja, hebben jullie zeg maar op voorraad? Zo'n box wordt echt fysiek samengesteld? Ja. Je kan bij ons op kantoor komen in Amsterdam. Daar ligt gewoon onze hele voorraad. Ja, maar dat is echt voor tientallen klanten of honderden ligt daar dat gewoon klaar. Ja. Dus er gaat echt letterlijk iemand met een doos, ja, dit erin, dat erin, pikken, dat erin. Ja. Ja. Ze zijn echt aan het shoppen in onze voorraad voor hun klanten. Ja, hoeveel klanten hebben jullie op dit moment? Ja, dat wil ik eigenlijk niet delen. Waarom niet? Ja. Omdat we nu best wel in een kritieke fase zitten. We zijn ook funding aan het ophalen. Ja. En dan is dat gewoon niet heel fijn als dat... Als het heel veel geweest was, had je het dan wel gezegd? Misschien wel. Ja. Maar het is wel... Nou ja, het is... Nou ja, nee. Je hoeft hier niks, dus dat is jouw goed recht om het niet te zeggen. Maar we zijn altijd wel benieuwd waarom niet. Ja. Want ik snap ook niet, weet je, als je funding ophaalt, dan moet je ook met je billen bloot. Moet je ja, precies. Die willen gewoon de boeken zien, toch? Ja, alleen investeerders onderling willen ze wel, als ze ergens voor kiezen en ergens in investeren, willen ze ook bepaalde, nou ja, dat er gewoon bepaalde dingen undisclosed zijn, ja. En dan las ik ook van de zomer volgens mij dat jullie platform, wat je net al beschreef, hè, dat ondersteunende platform, apart, B2B, ja, voor anderen als een software as a service dienst in de markt gaan zitten. Dus een soort tweede bedrijf, dat Goestein heet. Van waar deze stap? Want ik hoor ook altijd mensen zeggen focus. Nou, ja. Dit is een zijstap. Absoluut. Nee, dus... Om het model van House of Einstein zo schaalbaar mogelijk te krijgen, zijn technologie en data superbelangrijk. Ja, als je kijkt naar onze belangrijkste concurrent, dat is Stitch Fix in Amerika. Die doen 2 miljard omzet, zijn naar de beurs gegaan, zijn super winstgevend. En daarbij zie je ook, er zit een team van 40 data scientists. Dus technologie en data zijn heel belangrijk. Wat wij merkten met House of Einstein in gesprekken met investeerders, is dat ze dat begrepen, maar zij wilden niet in het retail business model investeren. Met voorraad en met mensen, personal shoppers. En toen een soort van de goede investeerders daar dus niet happig op waren, hadden wij zoiets van, oké, maar dan gaan we terug naar de tekentafel en dan gaan we kijken, misschien moeten we de andere partijen laten retailen die hier heel comfortabel bij zijn. Want er zijn natuurlijk heel veel retailers, dat is wat ze doen. Voorraad en mensen. Ja. En moeten wij ervoor zorgen dat we wel die technologie en eigenlijk de hart van ons bedrijf kunnen voortzetten. En op die manier doorgaan. En, maar zoek je dan nu een investeringsronde voor Goestein? Ja, op dit moment voor Goestein. Maar, maar betekent dat eigenlijk ook dat je... Want je zegt eigenlijk, wij gaan op termijn afscheid nemen van die retail. Nee, dus House of Einstein bestaat. En House of Einstein, je kunt je ook voorstellen als je de IT-load uit House of Einstein haalt, dat daar ook een heel ander bedrijf staat. Op een stuk rendabeler gelijk. Ja. Ik denk nu alleen maar, oké, we hebben nu twee hele mooie bedrijven. En House of Einstein gaat heel erg de vruchten plukken van de technologische stappen die wij kunnen zetten met Goestein. Terwijl zij zelf voor hun eigen niche-markt een hele sterke propositie kunnen behouden. En wij hoeven niet de onderkant van de markt... We hebben nu bijvoorbeeld werken samen met WeFashion. Dus die doen dat nu voor hun klanten. Dat is echt een hele ander segment, een andere doelgroep dan House of Einstein. Ja, maar eigenlijk, je zegt het is B2B, het is software as a service. Maar je gaat dus eigenlijk, je doelgroep zijn dan eigenlijk je concurrenten, of niet? Of richt je je veel breder op subscription business? Of waar richt je je dan op? Nou ja. Ja en nee, maar aan de andere kant, onze doelstelling is altijd om het grootste platform te worden. Dus ja, op deze manier komen we daar ook.
Ja? Ja, nee, als Goestijn. Ja, als Goestijn. Maar wat is je specialisme van die dienst? Want ik kan me voorstellen dat je, ja, weet je, voor House of Einstein, wat je hebt, je hebt abonnementen, mm-hmm, gecureerde samenstellen van een collectie voor een klant. Ja. Dat is wat je doet en het is e-commerce. Ja. Wat voor soort klanten zoek je dan naar binnen die B2B? Ja, dat is wel een interessante vraag. Dus fashion ligt voor de hand, want dat is wat wij kennen. Daarom zei ik, en waar je concurrenten. Ja, maar inmiddels, die markt is echt zo groot. Ja? Dus ja, ja, ik zou met House of Einstein niet... We hebben hier de Cloakroom al gehad, dat is, mm-hmm, wel een concurrent. Ja. Is natuurlijk gefuseerd of overgenomen door een Duitse partij, volgens mij. Ja. We hebben eenzelfde doos voor kinderen, volgens, mm-hmm, mij, gehad. Hoe heet het ook weer? Bundelboom. Ja, dat is precies. Onze klant. Dus Bundelboom zit nu op ons platform. Ja. Okay. Dus die markt die is gewoon nog best wel jong. En je ziet nu dat al die partijen juist heel goed hun niche kunnen bedienen. En wat die partijen willen is bezig zijn met de collectie, met het cureren, met hun doelgroep. Ze zijn sterk in marketing. Dat is wat ze doen. En wij zorgen dat ze het platform hebben om die service aan te kunnen bieden. Nou, dat was dus fashion. Maar op het moment dat wij Goestijn zijn begonnen... zagen we opeens ook allerlei andere e-commerce partijen in subscription stappen. Dus mijn businesspartner was bij een keynote van IKEA. En die vertelde van, nou, wij willen eigenlijk wel aan studenten een subscription bieden in studentenkamers. Dus wij hebben 3 studentenkameropties. En ja, ze mogen er eentje van kiezen. En hun conclusie uit die pilot was, er was geen één student die 1 kamer in zijn totaliteit wilde, maar de een wilde de lamp van die en de bank van die en de bed van die. Zus, ja. Ja. En toen dachten wij van, oké, maar dit is precies wat ons platform kan. Wij kunnen klantenprofielen creëren met bepaalde attributen die bij die klant horen. En we hebben al onze producten zitten in hetzelfde systeem. En wij kunnen die koppeling maken en we kunnen die subscription, dus zorgen dat mensen op een regelmatige basis daar contact over hebben, kunnen, ja, wij doen. Ja. Dus inmiddels is het businessplan van Goestijn wel een stuk groter en breder geworden. En praten we nu ook met cosmetica bedrijven, furniture, maar ook vitamine, dierenvoeding. Eigenlijk van allerlei dingen. En wat daar dus, dan gaat het over subscription nog steeds. Maar dus wel waarbij je elke order uniek is, dus niet een vast... Ja, want het wemelt van er zijn heel veel subscriptionbedrijven, ja, waar ik als ik nu wil, kan ik er zo een paar online, ja, vinden. Maar het verschil zit dus in de diversiteit, dat het, ja, niet zo is elk van... Elk pakket is uniek. Elk, ja, pakket is uniek, daar zit jullie onderscheidende kracht. Jij zorgt gewoon straks dat, want die hebben we hier ook wel gehad, hè, de schiermesjes als een, mm-hmm, subscription en die... Weet ik veel, daar kan je dan straks weer aftershave bij krijgen, noem maar op. Maar jij zorgt gewoon dat ik elke maand een doosje krijg met mijn favoriete tandpasta, mijn merk, weet ik veel, shampoo. Jullie platform kan dat straks, ja, doen. Ja, wat je zegt... En dan is mijn doos is niet gebaseerd op een archetype, maar het is echt een persoonlijke doos. Ja, en ook, wij denken dat je vrij snel afhaakt als het dus even niet meer past bij wie jij bent op dat moment. Terwijl als je dan gebeld wordt en wordt gevraagd van... je gebruikt al een tijdje dit, maar zou je dit niet eens een keer proberen of dit of dat? Dan sluit je ook steeds aan bij die behoefte van die klant. Dus stel je voor, je gebruikt bepaalde vitamines. Maar dat is echt, er zijn gewoon heel veel producten waar je gewoon toch advies bij nodig hebt. Zoals ja, maar die switch naar dat platform, ja, ben je dat nou gedaan omdat je dat leuker vindt of omdat de investeerders dat willen? Nou, uiteindelijk nu... Je bent wel begonnen. Je hart leeg natuurlijk bij die fashion. Ja, mijn hart ligt bij de technologie. En het is wel zo dat op het moment dat wij geen funding daarvoor konden ophalen, wij een pivot hebben gemaakt. Oké. Maar nu staan wij echt heel erg aan op dit. Omdat opeens, wij zien wel ook in dat retail is een operationeel zwaar model. Daar kom je ook niet omheen. Ik bedoel... Ja, wij weten gewoon, al die boxen, alles kost energie. Dus nu wij die switch gemaakt hebben naar een softwarebedrijf te zijn, zien wij ook wel dat dat ook een goed model is. Dus
Ja, inmiddels vinden wij dat ook heel erg leuk. Het is niet dat we dat zijn verloren. En hoe ziet jullie bedrijf er nu uit? Want, hoeveel software mensen werken er bij jullie? Want je gaf net het voorbeeld vanuit Amerika, waar weet ik veel hoeveel programmeurs aan het werk waren. Wij hebben nu 6 personal shoppers en 4 developers. En dan 3 mensen in het management. En ja, marketeer, customer success manager, dus sales. Zo'n 13 mensen hebben we. Ja. Johan Schaap die vraagt via Twitter, zo'n algoritme is natuurlijk ook lekker schaalbaar. Daar begonnen we net ook over. Hè? Hoe, zei jij, hoe schaalbaar is het? En als ik dan aan iets als Headspace denk, dan moet het geld wel binnenstromen nu, of niet? Oftewel, vertel eens iets over het businessmodel. Dit is een oude stekel die je boven hebt geroemd. Dit is, Dit is van vorige week. Ja. Verkeerde vraag. Maar wel van toepassing. Maar het geld stroomt wel binnen. Maar het geld komt stroomt binnen. Dat was even de vraag eigenlijk. Ja. Het is wel zo dat we zien dat we met dat platform... Maar dat platform, dat loopt wel, het gaat wel goed, ja. Ja, maar hoe ziet jullie businessmodel eruit? Want is dat, waar betalen mensen voor? Is dat eigenlijk? Mensen betalen nu een technische setup fee, waarin we ze aansluiten aan ons platform en dus ook bijvoorbeeld aan hun ERP, dus aan al hun producten. En een licentie op het platform. Maar ze hebben hun eigen personal shoppers in dienst en die werken zeg maar op ons platform. Ja. Dus waar zeg maar... Dus veel retailers begonnen een paar jaar of 10 jaar geleden een webshop. En toen moesten ze een customer support afdeling gaan inrichten. Wij richten nu hun personal shopping afdeling met hun in. Dus jullie leiden eigenlijk ook, je leiden de mensen op die dit moeten gaan doen vanuit de ervaringen die jullie hebben opgedaan, et cetera. Ja, dus het is eigenlijk een combinatie van technologie en management support. Ja. Aan het begin vroeg Roland al over die archetypes. Maar is het ook niet zo dat we allemaal heel graag bijzonder willen zijn, maar dat we dat eigenlijk gewoon in die end helemaal niet zijn? Er zijn toch eigenlijk, weet je wel, de meeste, kijk op straat, de meeste mensen zien er toch eigenlijk gewoon ongeveer hetzelfde uit? Ja, maar, weet ik niet. Uiteindelijk, er zijn een aantal dingen waarin je verschilt. Stijl, maar ook hoe vaak wil je iets ontvangen, hoe vaak wil je shoppen, wat wil je uitgeven, wanneer ga je op vakantie. Dus iedereens mensenleven ziet er wel anders uit. Dus dat denk ik ook dat je moet zien in dit model. Het is kleding en stijl, maar het is ook hoe is jouw shopgedrag en hoe ziet jouw leven eruit en wat zijn dan die momenten die daarbij passen. Dus daarin is iedereen wel uniek, denk ik. Want sommige mannen kopen 1 keer in de 2 jaar en sommige mannen kopen elke 2 maanden. Ja. En sommige mannen willen per se met kerst in een nieuwe outfit zitten en andere mensen interesseert dat niet. Dus ik denk toch wel echt dat iedereen uniek is. Maar dat is misschien ook mijn business dus. Ja. Nou, dan wil ik toch nog even terugkomen op die openingsvraag die je al die mannen dan stelt. Want je zei net van, we vragen gewoon hoe duur is je de laatste spijkerbroek die je gekocht hebt. En dan weet je eigenlijk genoeg, hè? Ja. Misschien gewoon deze spijkerbroek. Weet je, op zich keurig modelletje, toch? Niks mis mee. Ja. Dan vraag je mij, wat is dat voor spijkerbroek? Wat heb je ervoor betaald? Dan zeg ik, die heb ik in Den Oever gekocht bij de groothandel voor visbenodigdheden. Die was €29. Ja. Nou, meestal zit jij duurder. Dit is voor jou een hele goedkope broek, hoor. Nee, dat klopt. Ja. Nee, maar dus dan, dat is ook maar prima. Ik koop net zo lief bij G-Star Raw een mooie broek van €169. Maakt me echt niet, gewoon toevallig wat ik tegenkom. Oh, oké. Okay. Nou, dat is redelijk uniek. Ja? De meeste mensen dragen niet en broeken van €30 en van €170. Oké. Okay. Maar dan zou ik gewoon lekker voor die van 30 gaan, als je dat even prettig vindt. Ja, nou, daar loop ik ook meestal in. Je zit ook veel lekkerder. Dat is het gekke. Ja, oké. Okay. Ja. Maar dan ben ik een hele lastige voor jullie. Ja, dan pas je niet bij House of Einstein. Ja. Sowieso niet als je graag een broek voor €30 koopt. Maar ik kan me voorstellen dat ik weet dat er bijvoorbeeld ook mannen zijn die hun kleding bij de macro kopen. Dan zou de macro ook zo'n box... Ja, maar dat is ook een ander type klant. Macro ook zo'n kledingbox voor die mannen kunnen gaan verkopen. Sterker nog, het is veel makkelijker nog voor die mannen dan een kledingbox samen te stellen. Ja. En zo zie ik het nu. Ja. Ja, dat is wel dus ik zie nu voor heel veel retailers daar een model in. Ja. Dat is ook wel voor jezelf een hele lekkere vrije gedachte, toch? Ja. Dat je nu eigenlijk kan zien waar zit de markt van jullie. Ja, dus wat jij zei, van hebben die investeerders daarvoor gezorgd? Dan denk ik, dan zou ik mezelf misschien tekort doen. Want we hebben natuurlijk zelf die pivot gemaakt en we zijn zelf de hort op gegaan. We hebben nu 6 klanten, we doen best wel een goede omzet. En,
Maar het is wel zo dat het ons opnieuw aan het denken gebracht heeft. En ik vind dat ook heel gezond en ik wil het ook alleen maar aanmoedigen dat het die dynamiek van investeerders en bedrijven heel goed moet zijn en dat die feedback van investeerders heel eerlijk moet zijn om dus de beste bedrijven te creëren in Nederland. Ja. Nog even over het model van jullie platform. Is dat een vast bedrag wat mensen betalen? Ja. Gaat dat percentage van de omzet? Ja, percentage van de omzet. Percentage van de omzet? Ja. Oké, dus jullie groeien mee met je klanten. Klopt. Dat is eigenlijk het idee. Ja. En lage instap voor beginnende... Ja, dus we willen uiteindelijk wel ook echt de kleine retailers kunnen bedienen. Alleen we beginnen nu met grotere partijen, omdat wij zijn zelf ook nog klein. Dus ja. Kunnen we aansluiten, kunnen we ook meer marge opmaken, zodat we het product ook steeds meer plug and play kunnen maken. Maar onze visie uiteindelijk is wel dat elke retailer op de hoek dit moet kunnen gaan gebruiken. Oké, en hoeveel geld heb je nodig? Over hoe lang denk je break-even te zijn? Hangt vaak met elkaar samen, hè? Er zit een rekensommetje. Kijk, het rare is, wij zijn break-even. Want anders, als bedrijf zijn House of Einstein en Gustein, wij leven gewoon vanuit onszelf. Alleen we willen groeien. Ja. Dus het geld wordt vooral betaald voor groei. Oké. Okay. Wat heel fijn is. Maar gaat het geld dan vooral in development en marketing zitten? Dat nee, Ja, want het development, kun je voorstellen, gaat wel traag nu. En dat is natuurlijk wel mijn frustratie. Dat we niet sneller kunnen ontwikkelen. Ja. Nou, het is een kwestie van meer mensen aannemen. Precies. Ja. En daar heb ik geld voor nodig. Ja. Okay, hoeveel zoek je? 1 miljoen. Oké. Okay. Bescheiden wou je zeggen, toch? Nee. Nou, ik schrik er niet van. Nee, ik ook niet. Ik denk dat het een goed bedrag is, wat ook in deze markt echt niet heel veel is. Maar we hebben wel nu echt internationale ambitie om marktleider te worden. En wij zien wel, de komende 2 jaar gaat deze markt gewoon los. Dus wij willen nu wel tempo maken. Ja. Ja, het is ook wel... Meer 7 jaar erover doen. Ja, zoals je tot nu toe... Ja, nou ja, dat is wel, dat leer je er dan dus van. Ja. Oké, nou dan wensen we jou heel veel succes. Dankjewel. En ben ik heel benieuwd. We gaan je in de gaten houden om te kijken waar jullie dan over even... Ja, superleuk. 1 of 2 jaar staan met dat. En dankjewel voor jullie uitnodiging. Ja, super. Oké. Okay. Succes. Yes. Dank. Jullie bedankt voor het kijken. En we bedanken zoals altijd PQR voor de hosting van de website. Jetstream voor de livestream. Bier & Co. voor de biertjes. En Freedom Lab voor de gastvrijheid. Kijk je live, blijf kijken. Want zo direct praten verder. Kijk je om die mand, dan weet je dat je al onze uitzendingen nu al het 10e seizoen waarin we opereren, kunt terugzien via fastmovingtargets.nl of via YouTube. Dag.